eerste gast op de bank, de gezichten van ROC Nijmegen van de opleiding Zorg of van het werkveld Zorg. Gertrud, Gert-Jan en Sylvana, BBL-studenten. Hartelijk welkom hier dat jullie tijd hebben gemaakt om hier te zijn. Ik begin even bij jou, Gertrud. Aan welke opleiding ben jij verbonden? Ik ben docent bij de opleiding Verzorgende IG. En dat zijn de BOL-opleiding en de BBL-opleiding. Oké. Okay. Ja. En welke vakken geef je erbij? Eigenlijk alle vakken die met begeleiden te maken hebben. Verzorging en de activiteiten, creatieve vakken en studieloopbaanbegeleiding. Ja, want wat moeten mensen aan denken bij de verzorgende? Bij de verzorgende moet je denken aan studenten van ons werken al in bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen, mensen met een beperking, de verstandelijke gehandicaptenzorg, kraamzorg en de thuiszorg. Okay. Daar werken onze leerlingen of ze werken al en komen één dag in de week naar school of ze volgen de BOL-opleiding en dan krijgen ze en stage en school. Oké, nou helemaal duidelijk. Komen we bij jou daar nog terug om nog meer over de opleiding te weten te komen. Ja. Gert-Jan, je bent er ook. Ik zie hier nog iemand erbij. Ja. Wie is dat? Dag allemaal, welkom bij de open dag van ROC Nijmegen. Ik ben Robot Maatje en dat is Gert-Jan, mijn vriend. Gert-Jan, neem jij het over? Jouw vriend, hoor ik. Ja, hij is mijn vriend, hè. Ja, ik ben zijn samen vrienden. Robot Maatje, dat is mijn vriend. Daar ga ik regelmatig mee op pad. Oké. We hebben onlangs een hele mooie rode grote bus aangeschaft binnen ROC Nijmegen vanuit TechAdoptie. Mm-hmm. Dat is een samenwerkingsverband met Rijn-IJsselcollege en ROC Nijmegen. En daar gaan we dus echt techniek op het gebied van zorg en welzijn promoten naar alle zorginstellingen, al onze partners in de regio, maar ook alle middelbare scholen zijn erg laaiend enthousiast dat wij met zorg en technologie gaan komen. Ja, en die hele bus is dan uitgerust vol met robots, of wat moet ik dan aan denken? Ja, er staan diverse robots zitten erin, maar er zitten ook VR-brillen in, want die worden ook steeds meer ingezet in de zorg. Hè. Een mooie recente ontwikkeling is bijvoorbeeld dat mensen met chronische pijn, ja, als die een VR-bril opzetten, dat ze middels een programma uiteindelijk de pijn kunnen beïnvloeden. En dus niet meer afhankelijk zijn van pijnmedicatie. Dat is een geweldige ontwikkeling. Ja, en dan gaan de studenten, verzorgende IG en verpleegkundige studenten hier binnen ROC Nijmegen allemaal meemaken. Nou, ja. Innovatieve opleiding, zo klinkt het in ieder geval. Ik weet het. En nog even voor mijn beeld, welke vakken verzorg jij verder, Gert-Jan? Nou, ik ben docent verpleegkunde van origine, dus ik verzorg met name de verpleegkundige vakken. Ja, anatomie, fysiologie, pathologie, maar ook het uitvoeren van handelingen. Ja, bijvoorbeeld als ze gecatheteriseerd moeten worden of geïnjecteerd moeten worden. Maar ik ben de afgelopen jaren wel steeds meer aan het specialiseren op zorg en welzijn technologie. Oké. Dus, je eigen specialisme gevoel. Ja, zeker weten. Ja. Maak even het rijtje af, dan hebben we hier Sylvana zitten. Ja. Jij bent studenten van de opleiding verzorgende IG en dan in de BBL-vorm. Ja. Vertel, hoe kom je daar terecht? Ik heb wel eerst, het was in 2014 of zo, heb ik wel de helpende opleiding gedaan. En heb ik de opleiding afgerond, heb ik zeg maar een paar jaar even ging werken, zeg maar, even ervaring opgedaan. En vanuit mijn werk, zeg maar, heeft mij gevraagd, wil je wel de BBL-opleiding als verzorgende EG doen? Toen zeg ik gelijk ja, want dan had ik wel, zeg maar, dat wou ik heel graag, zeg maar. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon naar mijn zin. Ik vind het best wel heel leuk, want je doet heel veel. En die betekent nou, als een verzorgende EG betekent, meer voor de zorgvrager dan wat je als helpende deed, zeg maar. Want helpende doe je alleen maar de basiszorg. Mm. Maar als verzorgende EG kom je wat verder. Kun je echt wat meer de cliënten begeleiden. Je bent bezig met verpleegtechnische handelingen. Je bent bezig met andere disciplines, met overleggen, samenwerken met andere mensen. En ook met families. En dat is best wel heel leuk. Ja, ja, voor mijn beeld, waar werk je dan bijvoorbeeld dan? Ik werk in een verpleeghuis op een PG-afdeling. Het is echt mensen die hebben echt ziekte van dementie. Mm-hmm. Ja, en dan hebben we eigenlijk echt bewoners op een afdeling en de zorg je dag maar gewoon voor die mensen. Ja. Oké, en hoe ziet jouw schooldag er dan uit? Want jij bent BBL, dan kom je één dag in de week naar school, denk ik. Ja, ik kom één dag per week naar school en is het 4 dagen werken. En nu is het met corona, dan ben je meer online dan op school, zeg maar. Uiteraard. Maar als het normale, zeg maar, zonder corona, dan hebben we zeg maar van 9:30 tot 16:00, zeg maar, zitten we op school. Maar dan krijg je vakken over begeleiden van een zorgvrager, skills, zeg maar, ook die verpleegtechnische handelingen. Krijg je ook Nederlandse les, rekenen. Ja, je hebt wel verschillende vakken, zeg maar, op school dat je krijgt, ja. Nou, mooi, klinkt goed. Bevalt die goed, jou, de afwisseling van school en werken? Oh ja, zeker, zeker. Het is gewoon leuk. Ja, dan hoef je alleen maar één dag op school te zijn. Ja, dus lekker van praktisch werken, bezig. Ja, ja. Ik ga terug, ga ik nog even naar jou door. Ja. Over de opleiding verzorgende IG. Ja. Ik hoor van Sylvana dat ze het praktische vooral heel erg aanspreekt. Ze is een BBL'er. Ja, ja. En hoe zit dat in de BOL-opleiding dan? Hoe ziet...
Ja, Sylvana zit bijvoorbeeld bij mij in de klas, BBL, eerste jaar. En de BBL is echt, die kiezen hun eigen pad. Dus die werken, die nemen de bewoners mee en volgen zo de lessen. Dus stel dat je dat zij morgen medicijnen moet delen of volgende week, dan gaat ze zich voorbereiden op school en dat gaat ze oefenen. Dus ze nemen echt de bewoner uit de praktijk. Ja. Bij de BOL is het iets anders. Die beginnen in het eerste jaar, die hebben zij hebben een VMBO. Diploma kader, of ze komen van dienstverlening helpende. Dan komen ze bij ons te BOL en die opleiding is 3 jaar. En die in de eerste jaar gaan ze 5 dagen naar school, maar na één week al gaan ze 1 dag in de week naar stage. Ja? En in de periode 2 gaan ze al 2 dagen naar stage. Dus het is een hele wisselwerking van praktijk en theorie ook. Dus de dingen die ze in de praktijk meemaken, die brengen ze weer terug in de theorie. En dat is een hele mooie wisselwerking. Ja, mooi. Ook best wel gepersonaliseerd, hoor ik ook wel. Met ja, ook leerdoelen. Wel gepersonaliseerd, maar toch minder als... er zijn nog meer vakken zo. Zij werken ook nog in projecten. Ze krijgen ook nog echt de basiszorg, verpleegtechnische handelingen. Hoe organiseer ik een activiteit, krijgen ze nog wel aangeboden. Okay. Ja. En Gert-Jan, nou, we hebben Sylvana gezien, die is op niveau 2 bij helpende gestart. Ja. Nu naar de niveau 3 opleiding. Gebeurt dat vaak dat er doorstroom is van 2 naar 3 of van niveau 3 naar 4? Ja, dat verpleegkunde bijvoorbeeld? Ja, dat gebeurt regelmatig, ja. En voor de BBL opleiding, we hebben dus een nieuw onderwijsconcept, hè, sinds een paar jaar. Gepersonaliseerd leren, praktijk ervaringsgericht leren, zoals dat heet. De praktijk is het uitgangspunt en studenten bepalen in principe hun eigen tempo. Dus iemand met een helpende opleiding zoals... Sylvana, inderdaad. Ja. Ja, die heeft inderdaad het voordeel dat ze inderdaad wel sneller door een opleiding heen kan. Dus ja. Iedereen bepaalt zijn eigen tempo, zijn eigen leerroute. Hey, dan kun ik eventjes over. Laatste vraag. Even Robert Maatje, die heeft voor jou iets in petto. Nou? Tenminste, ja, kijk. Hij zei: ik wil heel graag voor Dirk even een dansje laten zien. Nou. Dat is toch heerlijk? Speciaal ingestudeerd. Nou. Ja. Hij zou zo mee kunnen doen bij Hollands Got Talent, denk ik. Ja, zeker weten. Kijk, en als je op zijn hoofdje drukt, heel dan stopt hij. Dan stopt hij ermee. Ja. En nog 1 laatste vraag. Ik hoor altijd dat er een groot tekort is aan verpleegkundigen en verzorgenden. Hoe zit het met de baanzekerheid, baangaranties? Nou, worden die afgegeven? Baangarantie meer dan 100%, bij wijze van. Want helaas, er komen steeds meer mensen bij met een beperking. We worden steeds ouder, dat is wel positief. Maar van de andere kant zijn ook mensen straks meer hulpbehoevend. Ja. Dus niet zo'n baangarantie zegt, Sylvana, je kunt maar zeggen, meer dan 100%. Ja. En ik wil even aanvullen, het is echt, nou, wat ik van studenten ook teruggehoord, het is een gouden baan. Je bent heel erg belangrijk voor mensen. Mensen waarderen je heel erg. Als je bij ons een opleiding begint, je wordt ook begeleid. Dat je het vak goed leert kennen. En je hoort van heel veel studenten dat ze het toch wel heel fijn vinden. Om dankbaar, denk ik ook. Dankbaar, ja. Het is echt heel... mooie baan. Ja. Ja. Hey, dank jullie wel voor het vertellen over jullie verzorgende IG-opleiding. Ja. Tegen de optie hebben we overgedacht. Jouw doorstroom hebben we het over gehad. Dank jullie wel.